Zullen we mij naar de maaltijd opgeleken en sprak een zegen mee om de naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerling en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij. Laat ons tot slot bidden. Heer, nu wij het onderpand hebben ontvangen van verlossing en eeuwig leven, wenden wij ons biddend tot u. Laat uw kerk altijd de moederlijke hulp ondervinden van de heilige Maagd Maria, om aan alle volkeren de boodschap van het evangelie te kunnen verkondigen en de hele wereld te vervullen met de gaven van de Heilige Geest. Door Christus, onze Heer. Aan het slot van deze viering dank ik u allen voor uw komst. En op deze plaats ook een van harte proficiat voor onze bisschoppen en de beide andere jubilarissen namens de parochiegemeenschap. Ik dank ook van mijn kant broeders en zusters, onze kathedrale zangers weer voor de prachtige opluistering. Dank dat u hier allemaal was. Ook veel collega-priesters die ondanks Tweede Pinksterdag toch hier zijn. Vertegenwoordigers van het Militair Ordinariaat. Ook heel veel dank, familie en vrienden. Allemaal fijn dat we dit samen hebben kunnen vieren. En mogen, het is toch Pinksteren, de geest van God met nieuwe kracht over ons allemaal neerdalen. We hebben het allemaal nodig, zijn kracht. Zijn liefde, zijn wijsheid. En daarvoor tot slot Gods bijzondere zegen. De Heer zij met u. De naam des Heeren zij gezegend. Onze hulp is in de naam des Heeren. Zegen u de Almachtige, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat u allen heen in vrede.